Lara van Ruiven kun je misschien kennen omdat ze in 2019 wereldkampioen werd op de 500 meter. Schitterend gedaan! Grandioos! Perfect! Van Ruiven pakt goud! Ook won ze een bronzen medaille op de Olympische Spelen met het Nederlandse team. Dit is een bronzen medaille met een gouden randje en een wereldrecord! Sinds vorige week was het team op trainingskamp in Frankrijk. Maar aan het eind van de week werd ze plotseling ziek door een auto-immuunziekte en moest ze in een ziekenhuis worden opgenomen. Het ging steeds slechter met haar. Lara moest 2 keer geopereerd worden en ligt inmiddels in coma op de intensive care. Het shorttrackteam leeft enorm met Van Ruiven mee. Woensdag begonnen haar ploeggenoten een steunactie via social media met de hashtags Panther Lara en Stay Strong. Ook deelde ze dit panterhartje omdat Lara panterprint overal in haar tenue laat terugkomen. Zo zegt Suzanne Schulting, blijf vechten lieve Laar, we houden van je. En plaatste Shinky Knecht een bericht op Instagram met de tekst, keep fighting world champion, blijf vechten wereldkampioen. Ook veel andere sporters posten een panterhartje, zoals langebaanschaatser Kjeld Nuis, de oranje voetbalvrouwen en turnster Sanne Wevers. De bondscoach van het Nederlandse shorttrackteam liet van de week weten, Lara vecht momenteel voor haar leven. Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder. We leven alle enorm met haar mee en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt. De artsen verwachten niet dat de situatie binnenkort beter zal worden. Haar familie en vriend zijn bij Lara in het ziekenhuis.